Meneer Spits, ja. Welkom in de stad van Toon Hermans. Ja, hartelijk dank. Ik ben er graag. Ja. Afgelopen zondag was een van de bekendste radiomakers in Nederland, Frits Spits, in Poppodium Volt om zijn boek De Standaards van Spits te presenteren. Streekomroep op Start was erbij. Hoe is de liefde voor het Nederlands lied eigenlijk ontstaan? Ja, die is er altijd geweest. Er werd thuis veel Nederlands liedjes gedraaid. En mijn moeder heeft Nederlandstalige teksten geschreven. Ik ben gelukkig zonder jou. Dat staat ook in het boek. Dat is van mijn moeder. Dus cabaret, kleinkunst, dat is met de paplepel ingegoten. En ik ben belangstelling blijven houden. Een van mijn eerste helden was Boudewijn de Groot. En Rob de Nijs vond ik leuk. En ja, dat is eigenlijk van Peter Koelewijn naar Bots, naar Doe Maar. Kortom, die hele reeks die staat ook in het boek. Dus het is een gang door de tijd. Hoe lang bent u hier wel niet mee bezig geweest om dit boek samen te stellen? Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Toen ik het idee had om het boek... Het is eigenlijk mij gevraagd om dat boek te maken. En toen aarzelde ik, van, dan moet ik dat wel doen. En toen had ik twee verhaaltjes op proef gemaakt. En toen dacht ik, ja, dat is wel leuk, dat ga ik doen. Ik heb natuurlijk in die afgelopen jaren heel veel kennis opgedaan. Dus het was vooral het herlezen van oude verhalen. Ik had er heel veel boeken over, dus ik opnieuw gaan lezen. En de liedjes, ik had zo'n 400 liedjes geselecteerd en uiteindelijk 90 overgehouden. En daarover besloot ik te schrijven. En dat schrijfproces ging snel, dat heb ik in 9 maanden gedaan. Ik had 4 criteria aangelegd. Het eerste criterium was, het moest een goede tekst zijn. Het tweede criterium, een mooie melodie, aansprekende melodie. Derde, het moest passen bij mijn radiogevoel. Dus het liedje moest een radiomaat hebben, leuk om te draaien. En het vierde natuurlijk de productie, de techniek, de zang. Kortom, al dat soort aspecten waar ik dus geen rekening... En de tijd. Het moest een goed beeld geven van de tijd die ik heb meegemaakt vanaf de jaren 50 tot nu. Maar wat niet heeft meegewogen is waar de artiest vandaan kwam. Dat heeft me niets kunnen schelen. Dus dat heeft geen enkele rol gespeeld. En ik zal nooit vergeten dat hij een keer in mijn radio-uitzending, dat ik hem belde. Hij zou een nieuwe plaat hebben gemaakt, ik weet niet meer precies waarom. Ik zeg, Toon, wat ben je aan het doen? Zegt hij, ja, ik zit op mijn home trainer. Ik zeg, home trainer? Ja, zegt hij, dat vind ik zo fijn. Dus als ik daarop zit, dan weet ik al dat ik daar ben waar ik al moest zijn. En dan zei hij het leuker dan ik, natuurlijk. Hè? Maar het is typisch voor de humor van Toon Hermans. Ik vond het een hele grappige man natuurlijk. Maar ik vond hem vooral zo muzikaal. En dat schrijf ik ook in mijn verhaal over 24 rozen. 1 roos is natuurlijk voor Toon Hermans niet genoeg. Het moet er 24 zijn. 1 sproetje op de wang is niet goed. Het moet er 7 zijn. Het is altijd veel, het is altijd uitgebreid. En hij, ja, ik noem hem levensverliefd. En dat was hij wel. De verscheidenheid in uw boek is wel opmerkelijk, vind ik. U begint bij Corrie Brokke en u eindigt bij Typhoon. Ja, maar dat is natuurlijk ook zoals de gang door de tijd is geweest. Corrie Brokke was in de jaren 50 buitengewoon populair. Was ook op haar manier vernieuwend. En Typhoon is dat nu natuurlijk ook, want die is de hip-hop alweer voorbij. Die is bezig met een soort eigen, ik noem dat Typhoonaise. Dus een soort eigen jazzmuziek die hij heeft ontwikkeld. Met hele positieve teksten die ons een hart onder de riem steken. Er zijn al een aantal artiesten overleden die in uw boekwerk vermeld zijn. Welke van de overleden artiesten in uw boek hebben bij u een apart plaatsje in uw hart? Nou, de man die afgelopen donderdag is overleden, Armand natuurlijk. Want die komt uit dezelfde stad als ik, Eindhoven. Die heb ik goed gekend, of goed, voor zover je artiesten goed kent. Maar hij was een patiënt van mijn vader. Mijn vader was huisarts in Eindhoven. Hij heeft gespeeld op mijn eindexamenfeest. En hij was een buitengewoon populair artiest. Bovendien was hij enorm vernieuwend en een idealist. Een idealist is hij tot het einde toe gebleven. En dat kun je maar van weinig mensen zeggen. En dat is volgens mij het geheim van het succes nog na al die jaren van het dorp. Is dat als je naar het dorp luistert van Wim Sonneveld, dan bestaat er even niets anders dan het dorp van Wim Sonneveld. Dat is dan de wereld. En wat er ook gebeurt in Parijs, in Brussel of waar dan ook, je bent even in het dorp van Wim Sonneveld. En er zijn maar heel weinig artiesten die dat kunnen. Het is nooit de DJ die verantwoordelijk is voor het succes van een artiest. Nee, dat is juist. De artiest zelf.
Ik heb die liedjes niet gemaakt. Ik mag blij zijn dat ik ze aankondigen. Maar al die mensen met die enorme bakken vol creativiteit en die liedjes maken voor ons allemaal, niet alleen voor mij. Ik ben niet meer dan een doorgeefluik. En mijn taak is om dat op zo'n goed mogelijke manier te doen. Of met een radioprogramma, of nu met een boek. Ook voor de huidige generatie DJ's bent u nog steeds een bron van inspiratie. Streelt u dat? En wat schort er volgens u aan de huidige DJ's? Er schort helemaal niets aan de huidige DJ's. En dat, natuurlijk ben je blij dat je andere mensen hebt geïnspireerd. En zo werkt het ook altijd. Je staat op de schouder van een ander, op de schouder van de geschiedenis. Dus ik ben ook weer geïnspireerd door Joost de Draaier, door Lex Harding, door Felix Meurders, nou noem maar op. En door Engelse DJ's, Simon Bates niet te vergeten. Je wordt altijd geïnspireerd door anderen. Dus als ik op mijn beurt jonge DJ's heb geïnspireerd, ja, is dat alleen maar iets om dankbaar voor te zijn. Dus ik ben natuurlijk gestreeld. En ik ben blij dat mijn werk, dat mijn liefde voor het vak herkend wordt door anderen. En aan de nieuwe DJ's schort niks, die doen het op hun eigen manier en dan moeten ze vooral zo blijven doen. Gezien de ontwikkelingen in de wereld, wat is voor u een Nederlandstalig nummer wat u troost brengt of kracht geeft? Mag ik dan bij jou, van Claudia de Breij. Ik geloof dat ik dat wel... Dat is een liedje dat we hebben, wat heel veel betekent, ook voor mij. Dat je in tijden van nood, dat je de steun kunt zoeken bij een ander. Dus dat je een ander moet vertrouwen. Dus ik vind dat wel een heel belangrijk lied, zeker in deze tijd. Dit boek is ook een ode aan de tekstdichters in Nederland. Want het gaat niet alleen om de zangers en om de componisten, maar zeker ook om de mensen die de teksten schrijven. Een van de tekstdichters is Lennart Nijg. En dat Nijg heeft natuurlijk als geen ander onsterfelijke teksten geschreven. Denk maar aan Het Land van Maas en Waal. Denk maar aan alle liedjes van Boudewijn de Groot. Testament staat erin. Weltruste meneer de president, niet te vergeten. En dat zijn teksten die nog steeds actueel zijn. Als je luistert naar Weltruste meneer de president. Slaap zacht, dat cynische geluid van dat adres. Aan de wereldleiders van pas eens wat beter op deze wereld en maak eens niet zoveel mensen dood. Ja, dat geldt nog altijd. Beste meneer de president, slaap zacht.